Welkom iedereen in de aflevering van de Pokémon Monotype Generations. Yo yo yoghurt. Moet je ontdekken. Nee, ik ga hem niet op met vruchtvlekken. Nee, maar ik doe het wel. Voor vandaag gaat Milan eindelijk zijn team verder uitbreiden. Nou, ik heb vorige aflevering een nummel gevangen. Verder zijn team uitbreiden. Dat klopt. En Ham gaat zich klaarmaken om de laatste gym te doen. Ja, precies. Dit keer niet de puzzel falen, hè? Nee. Was dat een soort shade? Nou ja, de vorige keer had hij ook gezegd van oké, de sessie is klaar wanneer ik de gymleader heb gehaald. Maar toen viel hij in een gat. Dus als je haar moet verwarren, geef je hem één keer de Gen 3 puzzel. Daarna de Gen 6 puzzel van Wallace en dan ga je hem weer terug naar Gen 3. Mm-hmm. Ja, maar die 6 is echt vreselijk. Mm-hmm. Kijk, ik sta voor zijn neus. Ik save hem even. Dat we niet die hele geit, die gare kutpuzzel overnieuw te doen. Mocht ik het verliezen. Hij heeft natuurlijk een kingdraak, dat maakt het voor mij echt kut. Een koningdraak. Is dan Citra een draak? Een zeedraak. Nou, en Horsie een paardzee? Ja. Hallo Wallace. Jij bent zo'n slimpie. Hoe was Minish Cap gisteren, zonder iets te spoilen? Leuk. Huh? Wow. Ja, we hebben een aflevering 0. We hebben gehad. We hebben hier één aflevering opgenomen. Nee, wat een unbeatable seed. Wat? Ja, ik heb er niet naar gekeken, oké. Dus we hebben gewoon één keer gedaan en toen was het zo van, nope, unbeatable seed, konden we geen klote mee. Maar toen kan het niet gebeuren dan als je verder in de game zit? Als je geen checks meer hebt bij een randomizer, dan ben je de lul. Ja, kijk, het kan, waar wij nu zitten kan het nog steeds. Ja. Maar wij hebben nu wel alvast een paar items. Bijvoorbeeld, we hebben al wel een zwaard. We hebben al wel twee dungeon items. Dus dan weet je al gewoon, oké. Ik kan er wat mee. Ik zit niet meteen vast. Ja, precies. Oké. En met de deel 0 was het al heel snel van... wij hebben geen zwaard, we hebben geen items. Wat kunnen wij doen? Niks. Helemaal niks. Dus dat. Dat was wel geinig. Zo, hoe de fuck heb ik dat gesaved? Ik heb geen idee. Ik heb nog maar 1 HP over met God of War. De affection gimmick zit pas in Gen 6, dus ik heb geen idee hoe je dat hebt gefixt. Tuurlijk, critical hit. Tuurlijk, became confused. Tuurlijk, het heurde hetzelfde confusion. Ja, één keer Earthquake, nu ik met de lul. Ja, dag God of War. Kabooming. Godverdomme. En toen was de reset. Nee hoor. Oh, je hebt nog gelijk gezegd. Meer pocket monsters. Ik wou dat zeggen, ik heb nog genoeg andere pocket monsters. Oh, of course. Ja, dit is gewoon het KO natuurlijk. Oh, niet. Leef je nog, de tering. Mag een wonder heten. Ja, dat dus. Celio. Zo. Shockwave. Kijken wat dat doet. Nou, dat niet veel, denk ik. Nou, 3/4. Ja, lijfstraf. Nou, hij leeft nog. Het is meer een godswonder dat ik de hele tijd leef. Maar dat is er. Nou, lekker. Opnieuw, niet verkeerd. Arceus is pas in Gen 4. Tot welke god bid je? Rayquaza? Ja. Spinda. Ah. Welke van de miljard? Die ene. Precies. Seeking. Wel maf dat Gym Leader 8 nog steeds geen 6 Pokémon's heeft. Vind ik raar. Nou ja, Elite 4 heeft ook allemaal geen 6 Pokémon. In latere gens hebben mensen helemaal geen volledig team meer. Ah, de champion. De champion! Ja, maar dan hebben we het ook over de champion, ook de laatste ding. En dan kan je ook over het algemeen zeggen van Elite 4 in Galar heeft geen volledig team. De Elite 4 in Paldea heeft geen volledig team. Toch geen enkele game. Volgens mij... Nou ja, we hebben er 4. Volgens mij hebben we tenminste... Okay. Meestal hebben ze er 5. Ja. Want volgens mij Kalos heeft er maar 4.
Het is sowieso raar. Oh, hij heeft geen Seedraaf, Kingdraaf, maar Milotic. Oké, kan ook. Nee, want de... Even nadenken. Ja, want de game waar Ham zit... Signy bijvoorbeeld heeft er 5. Dat is Mightyena, Sharpedo, Cacnea, Cacturne, Shiftry en Absol. Ja. Maar dat is bij elke gym, elke Elite 4, toch? Dat ze er 5 hebben. Nou, in Gen 3 wel, maar in Gen 4 bijvoorbeeld hebben ze... Nee, Gen 6 jongens, volgens mij hebben ze maar... Niet jullie, maar buiten. De 4. Dat is volgens mij alleen maar een Chandelure, een Pyroar, een Torkoal en nog iets. Ja. Ze worden echt... Want iedere gen worden ze gewoon minder. Zometeen heb je een Elite 4 met alleen maar... één mon. Yay! Hier, een Sedinia. Dat is mijn mom. Succes. En wat? Een Sedinia. Oh. Nou ja, best een goede één mon. Als je geen... Ja, alleen ook de enige Elite 4 die dan... Jezus Christus. Zo'n mon kan gebruiken. Anders zou ik ook echt zeggen van, oké, fuck off. Och, ik ben met zijn oma en die vraagt elke keer opnieuw of je wil healen. Nou, dan zeg je toch gewoon graag, ik wil even geheeld worden. Ja, dat klopt. Alleen als je dan zeg maar geheeld bent, dan vragen ze weer of je wil healen. Nou, ben je gedubbel healed. Ja. Ik zie het probleem niet meer dan. Dan moet jij een bril kopen. Heb ik al. Dan moet je beter zien. En nieuwe. Ik draag hem alleen niet. Wow. Net als ik alleen met rijden. Precies. Ik ook alleen met rijden. Ja, nou ja, ik gebruik hem ook als op mijn werk tegenwoordig. Want ik zie gewoon de shots beter. Nou ja, ik doe het alleen als... Ik weet niet of jullie dat kennen. Dan zit je een presentatie te kijken, maar dat is niet op een fatsoenlijke achtergrond. En dan meer van de tijd, dan zie je het gewoon niet scherp op die presentatie. Dat is ook kut. Voor zulke dingen heb ik hem ook op. Thunderbolt die bitch, maar Lottek is dood en Jimbitch 8 is binnen. Nice. Of mensen die denken van, oh ja, als ik mijn presentatie op een slide... als ik de slide lettertype op 8 zet, kunnen mensen het vastlezen. Op 8? Nee. Ja. Mijn god. Sommige bedrijfspresentaties ga je soms afvragen van, oké, wie heeft dit gecheckt? Helemaal niemand. Nou, dat loopt. Kijk, ik heb ook wel een keer slechte presentaties gemaakt, waarin het letterlijk gewoon één muur van tekst was. Ja, maar dat was ook zo min mogelijk tekst. Hè? Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatste presentatie heb gehouden. Ja, op school. Ja, precies. Milan, bij mij was zoveel tekst dat het bijna abstracte kunst was. Jee. Altijd fijn. Hij zei, de leraar zei ook van, ja, volgende keer minder tekst. Ja, klopt. Maar ja, dat krijg je als je huiswerk niet maakt. Dan heb je 10 minuten om alles even uit te werken. Je maakt het uit. Ik deed ook presentaties meestal YOLO en... Geloof het of nooit, maar ik heb het ooit over mieren gehouden. Dat is toch hartstikke leuk. Dat is best een interessant onderwerp. Zwarte mieren, rode mieren. Ik werd op een gegeven moment gekopt omdat ik te lang aan het lullen was. Oké. Okay. Ook wel grappig. Oh, goed nummer nu op top 2000. House am See. Wereldnummer. Dat is Duits. Dat is zeker Deutsch. Dat is geil. Zo, 37 hyper potions. De ballen. Laat ze niet vallen. Kijk, kan ik nog iets verkopen met mijn bek? Ja, deze 2. Verkopen met je bek? Ik wil graag deze Lunatone verkopen. Het is een levende maansteen. Nou, wat dacht je gewoon van die incense dingen? Kan ook. Incest? Ja. Nee, incense. Jij wil gewoon dingen horen die geroepen worden, god. Ik doe aan framing. Je doet aan framing. Zolang je ons maar niet framed, is alles goed. Ik lijst jullie in. Nee, daarvoor heb je Sander al. Ja, hij is wel zo'n inlijster. Zo. Op naar... Victory Road in je laatste encounter. Dank je, dat woord zocht ik. Welk woord? Victory Road of encounter? Evergrande City-ing, where the grass is green and the girls are pretty. Waar Milan ook gaat komen voordat ik de game door ben. Mark my words. Als het mee zit, ben ik vandaag klaar, maar ik denk het niet, hoor. Nee, het ding is ook, de eerste Elite 4 is ook voor jou gewoon kloten. Als het mee zit, ben ik vandaag bij Lily Cove.
Dat zou ik echt kapot eng vinden. Dat heb je echt kapot veel tijd ingehaald. Maar ja, je hebt natuurlijk ook een type wat meer voordeel hebt dan mijn type. Ja, het begin van de game is super easy. Ja, en het ding is... Jij moet nog je tweede teammember krijgen. Nee, ik heb mijn tweede teammember. Oh, die heb je al. Ik heb een nummel. Nummel. Die heb je ook echt net gevangen? Of keer vorige sessie al? Nee, vorige sessie. Oh, dan ben je nu zeker op het asgebied. Ja. Wajo. Je bent zo'n helderziend. Nou ja, je zei ook net dat je met vrouw in het huisje zat, dus... Ja, en ik had het net over spinden. Oh, dat ja, oké. Okay. En we hebben dit vaak genoeg gedaan. Als je één hint laat droppen, weten we meer in de van de tijd waar je bent. Precies. Jongens, hou dus, dat Jordi, waar ben jij? Dat geile vuurwerk. Daar ben je toch zo'n trot ziek van? Sorry. Ik ben in een attractiepark. Welke jazz had je ook? Jezus. Nimbasa, toch? Is dat Nimbasa? Dat is Nimbasa. Oké, gelukkig hij is nog in Gen 5. Ik was even vergeten welke gen die zat. Ik moest ook even denken. Ik ben niet nu al in Gen 6. Even rustig. Ja, nou ja, je weet het niet. Nou, je bent in Gen 6 voordat ik Gen 3... Nee, dat is niet waar, denk ik. Maar... Het zal er wel ontspannen, eerlijk gezegd. Ik kan het zeggen, dat gaat er gewoon ontspannen, hoor. Wajo. Oké, lekker. Oh, ja, doe maar. Dat is echt pijnlijk als dat gebeurt, hè. Dat je me nog een keer zo inhaalt. Zo. Ja, ik... We doen even de Dutch angle. Lekker, man. Dit is al mijn vierde rondje van heel Generations, Milan. Ja. Ik ga dat niet doen hoor, wanneer ik klaar ben, dat ik nieuw begin. Nee. Nee, dan ga jij... Ik weet niet, wat ga je dan doen? Oh ja, Kijk wel. Honeypop, toch? Honeypop. Laat ik zo zeggen, ik kan 1 en 2 nog uitspelen voordat jullie überhaupt 1 gen klaar hebben. Die games zijn niet lang. Nou. Je moet toch iets ik moet doen. Alweer terug naar Pokémon zetten, want ik ben vergeten mijn Trico op te halen. Trico. En dat was Gym 4. Of course. Ik gebruik repels, maar dat heb je als Pokémon's hoger level zijn dan. Mm-hmm. Ja, één voordeel is wel. Ik heb nu alleen Pokémon's van level 39 of 40 tegen. Lager niet, dat is verschil. Maar Milan, ik denk dat je wel Black and White meer kan waarderen dan Black 2 en White 2. Ik kan Black 2 en White 2 ook wel waarderen hoor, eerlijk is eerlijk. Alleen buiten de cut graphics, maar daar kan ik niet overheen komen. Maar de games op zich, weet je, ik vind ze niet super kut, maar wel een beetje kut. Ja, je begint alleen met ik hoef niet te nuzzelen. Ja, moe, ja. Maar dat ene met die safe problemen ook. Ja. Dat wel eens races de kop heb gekost. De Movie Star Studios, ja. Zo leuk als je het in een race doet en je mogelijk je save mode niet aanstaan. Dus je kan saven. Dat is echt fantastisch. Dat is echt zo uber fantastisch. Ik wil uber geil zeggen, maar dat is eigenlijk. Ja, dat idee had ik al dat je dat wou zeggen. Nou, Trico mee. Joh. We hebben nu al het HM's, dus kom maar door. Game. Maak alles kapot van je. Kom dan. Kapel World. Nou, ook nog even. Heb ik nog proef Pokédex heb ik? Niet genoeg. Oh, ik heb een masterbal, dus dat komt wel goed. Gewoon een masterbal gebruiken op een Pokémon. Okay. Zo van, what the fuck. Waar ga je hem anders voor gebruiken? Ja, wat een idee. Om de Legendary te vangen, want je hebt geen zin om tijd te verspillen. Komt die Shiny Groudon tegen? Of kan je ook weer bedoelen? Ben ik al voorbij, hè? Mm. Oh, daar ben je al voorbij. En dan de Victoria Road. Zo. God voor de tyfus. Zo, kom je weer een spinner tegen? Nou, die ben ik al zat tegengekomen. Nee, een Wingull die een beetje stoer loopt te doen. Hallo, Larwin. Even kijken, wat is Hidden Power? Magische powder! Ja, klaar. Wat zo. Zo. Ik hoop toch even Manichamp nog tegen te komen. Oh, dat vast. Ik weet alleen niet wat zijn percentage is. Vast niet 0. Zero? Maar ik wil geen 0. Trico wants to learn Flash. Ja, heel goed zo. Doe maar. Maak het dan wat uit, joh. Trico learn Flash. Oké, mooi.
Het wordt tijd dat Macho op een betere, of niet Macho, dat Marstomp een betere wateraanval levert. Muddy Water, en daarmee moet je het doen. Surf. Ja, surf, maar surf krijg je, dat is niet te missen. Ja, dat weet ik, maar nou, zover ben wat ik zeg niet. Jij nou? Ja, in deze game, nou, zeker niet te missen. Nou, je moet het hebben om verder te kunnen natuurlijk, maar... Ja, klopt, maar het is ook zo van, oké, ga naar mij toe, dus ja. Ja, maar jij doet dan net alsof ik dingen lees, dat doe ik niet, hè? Ik heb nog nooit iets gelezen uit een Pokémon game. Dat ja, Mystery Illusion. Pokémon is toch gewoon buttermesje? Bijna wel, ja. Een echte Pokémon speler wel. Wojo, huh, die hele grot ziet er anders uit voor mijn gevoel qua textures. Kan kloppen, hè? Nou, er zit wel wat verschil tussen de Emerald en de Ruby en Sapphire, dus klopt wel. Ring of Fire, Johnny Hij is Cash. Veel zanderiger, zeg maar. En het burns. The Ring of Fire. Moet een a cappella groep opstarten. Ben je niet goed? wie wil je erbij hebben, Milan? Jullie allebei. Het moet een groep worden. Ja. Yeah. Wie wil je nog meer bij hebben, Milan? Dat wordt een koor, geen gehoor. En toen was het stil. Ja. Ja, ik was even aan het concentratieing. Dikke standoff tussen Team Aqua en Team Magma hier. Dodrio. Zolang ze geen Kyogre of Groudon summonen is nog geen probleem. Zijn ze bij jou een beetje van het knallen, Milan, of niet? Een klein beetje. Echt bij ons alleen maar. Je wordt er echt vol ziek van. En het burns. En als het als een beetje simpel knallen is, dan heb ik geen probleem mee. Maar het is letterlijk boom. De lawinepijlen gaan nog net niet de lucht in. Nou, ik had vanmiddag het gevoel dat het shells waren. Nou, als je die in de buurt krijgt, heb je echt oorlog. Ja. Heb je echt het gevoel dat je in een oorlogsgebied bent. Mijn hemel. I was made for love. Want het is inderdaad, dit weer het eerste jaar is, hè? Want volgens mij vorig jaar was het toch nog steeds dat verbod erop, vuurwerk? Ja. Daar, denk je dat iemand daar een fuck om gaf? Nee, denk ik niet, maar... Ik denk dat het nog meer geknald is dan ooit. Ze hebben nu wel bijna 4 à 5 keer zoveel opgepakt qua illegaal vuurwerk dan vorig jaar, dus klopt. Dat is niks, man. Laten ze het maar pakken. Als hun denken dat ze daarmee het weg hebben gekregen, dan kan ik ze uit de neem helpen. Dat is niet het geval, namelijk. Mm-hmm. Ik heb niks hoor, verder, maar... Nee, ik ook niet. Ik steek zelf ook niet af. Dus steek al zoveel mensen af, waarom zou ik het zelf dan nog doen? Precies. Als je er naar kan kijken, dan heb je gratis vermaak. Ik zou er niet van af willen, want ik vind het wel dat het erbij hoort. Maar ja, ik ga er zelf geen geld aan uitgeven. Amen. Ja, ik ben nog steeds van mening, gooi het gewoon op een paar plekken in Nederland en maak dan een mooie vuurwerkshow ervan, ben ik klaar. Ja, maar, dan moet je er weer naartoe. Die gaan morgen dus niet door. Omdat door zeikregen en harde wind. Het is een identieke oudjaarsdag als vorig jaar. Gezellig. Alleen wordt het morgen wel warmer dan vorig jaar. Ja, als het mee zit, als het mee zit, kan je een korte broek naar buiten. Ja, 17 graden. Hartstikke mooi. Ik kom morgen alsnog in een hoodie bij jou langs. Ja, ik heb ook gewoon nog een hoodie aan. Oh ja, jullie gaan morgen met z'n tweeën, met z'n vieren vieren, toch? Met z'n vieren. Klein beetje jaloers maar. Ja, ik had je had, We sturen 110 minuten wel een selfie. Ja, nou, niet dat ik er naar kijk, want ik ben toch aan het werk. Ja. Ik zie zo'n zigzag-oen. Zigzag-oen? Hij zicht en hij oent. En aan het einde van de rit zacht hij ook nog een keer. Nou, misschien wel, ja. Ondertussen ga ik weer eenzelfde zoektocht doen als destijds met die Pansier. Dat ik op zoek moet naar een schaduw. Want er is geen Fire Flying type in deze game. En ook geen Fire type die Surf kan leren, dus... Ik moet even op zoek gaan naar een... Fire type die Surf kan leren.
Er zijn fire types die surf kunnen leren. Zoals? Ik wou dat zeggen, ik kan me zo snel niet eentje bedenken, maar het zal vast wel fire types zijn. Volcanion? Ja, oké. Okay. Die kan het sowieso wel leren, denk ik. Ik ga me niet vertellen dat je hier dood... Oké, ik wou dat zeggen. Oh, no PP meer left. Oké, lekker. Wel PP, right? Zo, tering, bij wie was dat? Dankjewel, bij mij. Tering? Dan zeg ik ook, ik ben nog blij dat het geen lawinepijlen zijn. Dit is fucking hell. Het hardste wat ze knallen, maar... Cobra 6. Nou moet ik zeggen, knal vind ik wel goud hoor, maar... Ja, ik hou meer van licht. En ook wel met geluid, maar... En de geur vind ik ook wel nice. Nou, ik heb altijd het gevoel dat ik afsterf. Oké, ik heb mijn HM-slaaf gevangen. Een Ducklet. To be having the slaaf. Toegezegging de Slavenator. De Slavenator 3000. Nou. Ben jij stiekem doofensmeerts, Milan? Daar weet je niks van. Doofensmeerts, pluisteren, plantproducties. Hoe kom je anders aan zo'n inator? Ja. Dat is een goede vraag. Doofensmeerts, pluisteren, plantproducties. Heb jij een inator die inatort? Een inator die inatort? Ja. Dus die van één inator een andere inator maakt. Ja, een inator is dat, ja. Vind je het echt... Jezus, wat kunnen wij... Wat kunnen wij, ouwe hoer, zeg. Jezus. Hoeveel procent is Medicham? Mijn god. Kijk, mooiste vind ik nog dat Harm een afbeelding doorstuurde van... Ja, daar wil ik het over hebben, maar we hebben het totaal niet over gehad. Omdat het gewoon een simpele Nintendo Switch dock is die niet echt mooi is. Wat is ik vind de dock wel mooi, hoor. De dock is redelijk simpel en strak. Sorry, wat wou je zeggen? Weet iemand wat het basement 1 en 2 in de Victoria Road is? Basement 1... Dat is onder. Is volgens mij de eerste die ingaat. En basement 2 is waar je daarna de trap of de ladder al mee naar beneden gaat. Dat lijkt me logisch, maar dat is hij. Ja, maar ik denk dat het is. Want volgens mij ga je niet veel dieper, want alles is op twee niveaus. Dus je zit iedere keer te wisselen tussen de eerste en tweede vloer. Ja, want ik zit de hele tijd al... Terwijl ik aan het rondlopen ben ik al de hele tijd al op zoek naar de Medicham. Ja. Ja, want dit is de hoofdvloer, dat is dit basement 1. Dan moet ik gewoon hierheen en weer gaan lopen. Maar ja, ik kom alleen maar Harriyama tegen. Harriyama. Ja, maar dat is een beetje ook het typische ding van die plek. Het is vaak Harriyama. Harriyama again. Troy, Sinnet, O'Connor. Even kijken. Nooit van gehoord van dit nummer. Ik denk dat je dat met heel veel dingen hebt, langzaam zeker. Met de top 2000 zeker. Mariama. God of War. God of War? Ja, God of War Ragnarok. Best prima game hoor. Nee. Ik ga nooit aan een Hey, Medicham! Ik ga nooit beginnen aan een God of War. Ja, toegeef ik. Alles voor 2018 speelt ook compleet anders dan vanaf 2018. Dus. Ja. Nou, Master Ball bij Medicham. Hoppa, ik heb Medicham gevangen. Nice. Met een Master Ball. Als je ook geen fan bent van. Zulke beat'em-ups, ja, dan kan ik ook heel goed begrijpen dat... Ja, ik heb er echt God of War niks voor. Is dat een soort hack-and-slash game, of... Ja, je kan het... Nee. Het daarmee RPG? Gewoon vergelijken. Het heeft RPG-elementen, omdat je ook equipment maakt. En ja, je unlockt ook alles via een skill tree. Knock, knock, nothing on heaven. Toegegeven. Aan het einde van de game doe je nog steeds dezelfde combo's als aan het begin van de game, dus zoveel maakt niet uit. Jezus. Oké, Justin, we got a problem. Ik kom hier een Cactuar tegen. Ik denk dat ik even mijn hidden power erop doe. De helft. Er is geen fight type die surf kan leren. Dat is op zich interessant. Zelfs voor Canyon. Kan niet leren. Wauw. Zo, maak even een RF-camera, de tering. Het is echt zo grappig om de top 2000 te kijken met de spullen die er gebruikt worden. Het is dan op zich wel weer geinig, dan heb je surf, maar daar kun je heel veel fight types in leren. Maar Scald kan bijvoorbeeld Emboar wel leren.
Ja, maar Scald is een warme move. Is wat? Warm. Ja. Ach jezus, mag het licht uit van de dijk? Nee. Lief aanlaten. Voor mij wel, maar van de dijk niet. Nee, mooi. Ik heb geen flash opgehaald, dus liever licht aanlaten. God of War tegen Altaria, Thunderbolt. Oh, je bent bezig met Wally. Dragon Dance, wat een feest. Thunderbolt again. Serieus, Wally, een super potion? Fuck off. Kunt. Ja. Laat hem. Mooi met zijn superpotion. Dat doen Wally's. Wally. Wally. Gummy. Ik kwam gisteren toch een bijzondere video op YouTube tegen. Jullie zijn allebei bekend met Coach Secondo. Nee. Coach Secondo is de maker, is de bedenker van de Mario muziek, de Zelda muziek. Mooi. Dat soort dingen. Mooi. Die gebruikt een speciale hele notenshizzle om de muziek je oncomfortabel te laten voelen. Het is zo bijzonder om te zien. Oké. Okay. Ze liet ook de voorbeelden over hoe het werkt met qua muzieknoten. Nou kan ik geen muzieknoten lezen verder. Maar ze liet heel alles zien met hoe hij de muziek bedacht heeft voor al die crazy shizzle muziek bij Zelda. Vooral. Want ja, In Zelda zit wel een hoop crazy shit van muziek. Nou ja, vooral een OOT, vind ik. Ocarina of Time, ja. Ik vind de muziek in de Forest Temple vind ik echt kut. Ik ga echt mijn nekharen gaan overrent. Waha. Ja, die. Daarvoor ben ik net iets te weinig Zelda kenner. Maar ook Majora's Mask met... Majora's Mask is ook gewoon een game die je ongemakkelijk laat voelen. Ja. Had jij die video gezien van Did You Know Gaming? Every Majora's Mask game is personalized? Ja, die. Staan nog in mijn lijstje. Echt. Ik vind die man die de directs toen met Mario Odyssey en de Switch presenteerde, vond ik fantastisch. Maar na wat ik die video heb gezien van Ding, heb ik een klerenhekel hem gekregen. Hij is de veroorzaker voor mij dat ik Majora's Mask haat. Hoezo? Hij is degene die de drie dagen systeem heeft bedacht. Och, wat een onzin. Ja, dat is ook de reden waarom ik Majora's Mask nog nooit heb gespeeld. Daarom vind ik de game kut. Als het drie dagen systeem niet was geweest, dan had ik er geen enkel probleem denk ik mee gehad met heel de game niet. Och, het is weer het syndroom van deze gym ken ik niet, want hij is anders dan in Emerald. Welke gym ben je? Dat kan. Flannery. Is Flannery anders? Flannery is volgens mij niet anders. Ja, 100%. Ik weet. Ja, er zitten meer gaten game, in, maar... Nee, hij ziet er helemaal anders uit. Ik weet 100% zeker. Ik heb deze game Emerald zo vaak gespeeld dat ik het zeker weet. Je hebt geen last van Mandela effect? Nee. Okay. Ja, mooi. Nee, Mandela effect. Echt heel zeker. Daar word je ook zo strotziek van. Nou, dat is goed. Dan zou ik gewoon zeggen van, ga gerust door. Tuurlijk, ga maar weer een superpotion gebruiken, halve tamme. Kijk. Serieus, hoe groot is de kans dat Shadow Ball mist? Heel groot. Heel laag. Twee keer achter elkaar mist die. Ja. Oh, wacht, hij heeft gedubbeld team natuurlijk. Ja, ik wou net zeggen. Heeft hij zijn face of niet omhoog gegooid, die bitch. Mm-hmm. Godverdomme. Pew. Wat de fuck is dit? Hyperstraal. Dat is. Ik wil zeggen Sapphire, maar ik weet even niet meer zeker welke game je speelde. Ja, Sapieren. Sapieren. Ach jezus, ik word gepakt met mijn eigen tactic. Dat is niet zo mooi. Dubbelteam spammen. Hij zit nu op 6 steentjes dubbelteam. Jongens, zolang je geen Calm Mind spamt, dan vind ik het goed. Alleen dan? Ja, alleen dan. Oké. Okay. Of course, critical hit tegen. Nou ja, ik laat jouw Wally afmaken, want...
We zijn over de tijd heen. Ja, ik heb moeite met de God of War. Je hebt echt net op tijd gezegd, want ik wil net met Flannery beginnen. Ja, ik laat hem gewoon even zijn ding afmaken met Wally. Wally, Wally, Wally. Wally, Wally, Wally. Oh mijn god, geparalyzed. Dan zal ik niet beginnen met de battle, hè? Nou, met dit tempo kan je beter beginnen, want dit gaat wel even duren. Wacht even, hoeveel moet jij nog? Wie, ik? Ja. Ik ben met zijn laatste mond bezig, alleen... Meneer Hout heeft 6 keer Tilt Team gespamd, dus ik ben gewoon de lul. Oké. Okay. Je mag hem voor mij apart afsluiten, hoor. Nou, ik vind het wel netjes met zulke fights dat je hem afmaakt. Maar... Oh god, hij begint nu ook al, mind. Ik denk dat eerder Wally het afmaakt. Ja, denk het ook. Oh mijn god, game. Hey, we wachten wel even ondertussen. Oh, for fuck's sake. Hij heeft al 5 critical hits in 1 battle gehad. Goed bezig. Ik ga ondertussen maar even dingen verhielen. Fucking hell. Jezus. Nou ja, ik heb beter gelukt dan Proton John. Dat scheelt. Oké. Okay. Moet ik uitleggen of niet? Van mij niet, maar... Oh, je hebt maar in je party gekeken? Nee. Maar vaak als je zegt Proton John, denk ik al van... Oké, het is of een Mario... Of het is een Mario Party game... Of het is een generic party game waar iets mis is gegaan. Mario Party 8. Oh, dan is het volgens mij eigenlijk een Nee, Mario Party 8. Mario Party DS bedoel ik, sorry. Oh, ik wou net zeggen, want DS met 6 bezig op The Runaway Guys. Ja. Goed, ik heb Flannery verslagen. Goed bezig. Ja, dat bedoel ik. Buiten dat gaan beter de battle kunnen beginnen. Ik ben bang dat ik dood ga. Nou ja, het is... Ik blijf dan nog steeds een mooie manier vinden om even gewoon op te wachten, dus... Oké, gehaald. Oké. Ja, Milan? Ja. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters. Doei.